Waarom heb je alleen een ansichtkaart en een fotolijstje nodig om een uitvinder te worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel, welkom allemaal bij mijn college. Wie wel eens googelt op wetenschapper, die loopt het risico om zeg maar één van twee verschillende beelden te vinden. Dit is het eerste beeld waar je kan vinden. En dat is dan zeg maar altijd een briljante geest die in het lab. Deze heeft dan geen labjas aan, maar dat is waarschijnlijk omdat hij op de foto moest. Die dan besluit om in het lab een heel moeilijk experiment te doen. En dat is de ene helft van wat je vindt als je gaat zoeken op wetenschapper. De andere helft zijn dit soort mensen die dan zeg maar uit het niets briljante formules verzinnen. En meestal Nobelprijzen voor krijgen trouwens, die andere groep iets minder vaak. Maar briljante formules verzinnen van achter hun krijtbord. En dat is eigenlijk, geeft dat nogal een beetje een verkeerd beeld. Want de wetenschap is niet of die ene man die achter een bord staat, of die man die alleen maar in het lab staat. Bij Newton, die zat onder zijn boom en die zag die appel vallen, die viel naar de aarde toe. En die dacht, hey, objecten met massa trekken elkaar aan. Dat was zijn theorie. En het experiment wat hij deed, wat hij zelf deed, dus voor Newton zijn allebei die foto's eigenlijk hetzelfde. Het experiment wat hij deed was die appel observeren. Maar uit zijn theorie komt de voorspelling van hoe satellieten om de aarde moeten draaien. En daar komt ook de voorspelling van hoe planeten om de zon zouden moeten draaien. En die voorspelling die kan je gaan toetsen met nieuwe experimenten. En het mooie is nou dat als je die experimenten maar nauwkeurig genoeg doet, dat je bijna altijd ergens een gaatje in die theorie vindt. Het bleek dat de baan van Mercurius om de aarde net niet helemaal klopte met wat de Newtonse theorie voorspelde. En pas toen Einstein zei, oh wacht, ik heb nu een nieuwe set data, de baan van Mercurius klopt niet helemaal, en er waren ondertussen een aantal andere experimenten, iets met de lichtsnelheid. Toen die al die nieuwe experimenten zag, toen zei Einstein van, hey, heb ik een nieuwe theorie nodig om die data te beschrijven. En dan kan ik bewijzen dat wat Newton altijd beschreven had, eigenlijk maar een randgevalletje was. En daarom is het essentieel dat wetenschappers experimenten blijven doen. Want je hebt die cyclus nodig en je kan je wetenschap niet alleen maar achter een zwart bord doen. Het betekent dus dat, en ik ben ondertussen hier een beetje aan het klooien eigenlijk. Heeft iemand een rolletje duct tape voor me? Maar ik heb hier nog een stukje liggen. Dat betekent dus dat we voor wetenschap experimenten nodig hebben. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon in het dagelijks leven hebben we ook metingen nodig. Iedereen heeft een thermostaat ergens in zijn huis hangen. Die meet. Die meet de temperatuur in je huis. En als het dan te warm is of te koud is meestal, dan zet hij de verwarming aan. Maar daar heb je wel metingen voor nodig. En zonder metingen kan je dus vrij weinig eigenlijk. Maar dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Wil je allemaal rechtvaardiging? Wat ik namelijk heb, is dat ik metingen doe. En voornamelijk nieuwe metingen verzinnen. Wat ik heel erg leuk vind. En daarom, je ziet me hier een beetje aan het klooien. Terwijl ik hier zo met dit fotolijstje. Dan kan je nou denken, ja, wat heeft hij er nou? Ah, fotolijstje van de Senos. Als in echt van de Senos. De Senos zit hier in de Kalverstraat. Die hebben we vanmiddag gekocht. En dan plak ik zeg maar het glasplaatje van de verkeerde kant. Dan heb ik hier dit is wel grappig trouwens. Piezo-buzzer. Piezo-materiaal is een keramiek. En als je dat verbuigt, ontstaat er een heel klein elektrisch spanningje over. Andersom, als je er een elektrisch spanningje over zet, dan verbuigt het een beetje. En dat is heel interessant. Dat betekent dus dat als je zeg maar bijvoorbeeld de spanning erop zet en eraf en erop en eraf, dan gaat het heel hard trillen. Daarom zitten deze dingen in alarmbuzzers. Maar ze worden ook gebruikt in microfoons om luchttrillingen te meten. En het leuke hieraan is, 30 cent. Kan je dus voor alles gebruiken. Zo kan je bijvoorbeeld. Super. Ik heb ooit een keer zo'n flesje met mijn tanden opengemaakt. Dat kan ik je niet aanraden. Ik heb echt een week lang zo gelopen. Zo, superlijm. Nou, wat hebben we dan hier verder nog voor troep liggen? Simpel audiokabeltje. Kan in iedereen's telefoon. Want
Ja, ik heb dus nu zeg maar dat materiaal dat stroom maakt als het verbuigt op een simpel, heel simpel fotolijstje. Ik zit dus nu ongeveer op €1,50 denk ik aan materiaal. Gloeiend hete soldeerbout. Wie heeft er ooit leren solderen op school? Ja, dit. Wie heeft er ooit leren solderen is inderdaad een betere vraag. Als je nu om je heen kijkt, dan zie je een generatiekloof. Dat is een. Allebei? Heel goed. Gebeurt niet vaak genoeg. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel leren solderen op school, maar toen moest ik een vis maken. In plaats van iets dat werkte. Dat is trouwens een van mijn stokpaardjes. Daar gaat u mij nog vaker over horen. Zo, nou ja, dus simpel audiokabeltje aangesoldeerd. Tada! My first meetapparaat. En wat doet dat nou? Heel simpel. Ik heb hier kijk, we zitten natuurlijk in Club R. Dus als ze ergens een goed geluidssysteem hebben, dan is het wel hier. Dus. Waar wij dat voor gebruiken, ik werk bij watermanagement in Delft. Dit was ons allereerste prototype regenmeter. Leg dit buiten neer en je hoort elke druppel. Meet het geluid, je kan aan elke druppel horen hoe hard het regent. Natuurlijk kan je dit niet te lang buiten leggen, dat gaat roesten, dat is niet ideaal. Maar dit is wel hoe ik graag wetenschap doe. Maak een prototype van bijna niks om te testen of het werkt. Dan kan je die cyclus van wetenschap, experiment, gegevens, nieuwe data, die kan je versnellen. En het mooie is dus, ik heb dus niet eerst een heel groot budget aangevraagd, gewoon dit gebouwd. Kan het met koffie ook? Denk het wel. Nee, is waarschijnlijk te licht. Kijk, dan denk je, het werkt niet. Regendruppels vallen met 10 meter per seconde als ze zeg maar terminaal vallen. Dus dit is gewoon te laag, maar ik kan je verzekeren, maak dit na. Je kan op onze website kan je het opzoeken. Er staat een handleiding hoe je dit na kan maken. Alle onderdelen kan je gewoon in Nederland bestellen. Dit is natuurlijk niet zeg maar een ideale regenmeter. We zijn toen in Delft verder gegaan. En we hebben gezegd, kunnen we dit nou omzetten in een echt meetapparaat? Dat kan heel makkelijk. Heel makkelijk. Er komt wel een stukje elektronica bekijken. Maar gelukkig hebben we in Delft genoeg ingenieurs die daarmee verder kunnen. En we zijn nu bezig om te kijken of we die ding kunnen gaan verkopen. Maar ik zit in een project waar mij gevraagd werd, kan je nou niet ook meetapparatuur maken die mensen mee kunnen nemen. Citizen Scientist project, wat ik een erg leuk concept vind. En dit is versie 2. Versie 2 van hetzelfde idee. Kijkt u maar, voor de mensen thuis. Daar zit precies hetzelfde plaatje. En wat nou het idee is, die gaat natuurlijk ook geluid meten. Dit is een Bluetooth headset, even voor de mensen in de zaal. Bluetooth headset. Hetzelfde ding wat taxichauffeurs in hun oren hebben zitten. En eenzelfde luidspreker, hetzelfde microfoonplaatje. Dus als je hiermee door de regen loopt, dan gaat gewoon het geluid wordt naar je telefoon gestuurd. En Rutger van Ieperen, hier in de zaal aanwezig, die heeft even snel voor mij een app geschreven. Die zeg maar dat geluid dan omrekent in decibellen, zodat je weet hoeveel geluid dat ongeveer genereert. Nou, dat sturen we naar het KNMI en die weten dan waar het regent als je hiermee rondloopt. Dan gaat niet iedereen. Gelukkig zie ik een aantal mensen in de zaal die met deze paraplu zouden rond willen of kunnen lopen. Maar niet iedereen doet dat. En dit is natuurlijk niet wat je koopt. Dus ik ben met de jongens van Sense bezig. We zijn nog helemaal niet rond en weet ik van wat. Het is allemaal gedoe. Maar we zijn aan het kijken of we dit op de markt kunnen krijgen. En dan wil je natuurlijk liever zoiets. Dan zit hij dus nu hier. En dan worden de draadjes netjes weggewerkt. En die gaan door de schacht heen. En dan verstop je dus de centapparatuur in het handvat. Nou, dat is hoe je van een idee naar een product gaat. En dat is, vind ik, heel belangrijk. Dat we beginnen met zo'n simpel prototype. Waar we iets kwijt mee kunnen. En dat kan je thuis. Kan je doen met de dingen die je thuis hebt. Wie heeft een wie? Een van de eerste projectjes die ik deed, zeg maar, waarmee ik iets meer richting meten ging, was deze hacken. Ik had namelijk op YouTube gezien dat het iemand gelukt was om de verbinding, de Bluetooth-verbinding die dat ding legt met de Wii, te onderscheppen met je computer. En ja, dat was iemand, dat was een computer scientist. Dus wat die vooral ermee deed, was kijken, kan ik hem gebruiken als pointer? Eigenlijk hetzelfde als waar hij hem voor de Wii ook al voor gebruikt.
Maar het mooie aan de huidige online community is dat ze wel allemaal online zetten hoe je dat doet. En de software erbij zetten. Ik ben geen softwareheld, ik kan er een beetje mee uit de voeten. Maar met zijn software, zijn drivers die hij gemaakt had, kon ik opeens wel alle waardes uitlezen. En hier zit stiekem best een hele goede infraroodcamera in. En omdat Nintendo besloot toen ze de Wii uitbrachten dat ze de markt van infraroodcamera's vertienvoudigden, werden ze ook een heel stuk goedkoper. Dus kon ik opeens een infraroodcamera gebruiken. Nou, we gaan in de colleges die ik hier ga geven, gaan we gezamenlijk, dat ga ik voordoen, maar ik heb wel een beetje input nodig, een meetapparaat maken met dingen die je thuis hebt liggen. En even heel voorzichtig, staat nog steeds aan. Het meetapparaat wat ik daarbij gekozen heb, is iets wat niet iedereen thuis heeft, maar wat wel heel veel goedkoper geworden is dankzij de massaproductie. Namelijk akoestische afstandmeters. Wie heeft thuis een akoestische afstandmeter? Waar zit die in dan? Ah, nou, ik heb die versie heb ik hier. Wie heeft inparkeerhulp op zijn auto? Ja, jullie hebben allemaal akoestische afstandmeters. En die zijn dus zo goedkoop geworden dat wij ze kunnen gebruiken op onze Arduino's. Omdat ze nu zo aanwezig zijn in parkeerhulpen. Hier zit er een. Ik heb hem heel voorzichtig gemonteerd. En die meet het waterniveau hier. Dat doet hij door een geluidssignaaltje uit te zenden, te wachten hoe lang het duurt voordat het terugkomt. Dat gaat hij heel moeilijk rekenen. Dat hebben dus al die Mercedes en BMW ingenieurs al voor ons opgelost. En ik kan hier gewoon aflezen hoe hard dat gaat. Ik heb hier een klein stukje elektronica. Dat is een signaalversterker. Dat zorgt ervoor dat het signaaltje wat deze doorstuurt harder gemaakt wordt, zodat ik het makkelijker op kan pakken. En dan heb ik hier een Arduino, zoals deze meneer daar al zei. Arduino's zijn eigenlijk hele kleine computertjes op ongeveer de grootte van een creditcard. En wat die doet is die neemt het elektrische signaal en die maakt er een digitaal signaal van. Die zet het om in getallen die computers kunnen begrijpen. En die stuurt het door naar mijn computer daar, zodat we zeg maar gewoon kunnen zien hoe hoog het waterniveau is. Dit is het waterniveau ongeveer, wat we nu aan het meten zijn. Je kan ook zien dat als we dan ons bootje een beetje bewegen, dat dat ervoor zorgt dat er allemaal golfjes optreden. En zo kan je, dit heb ik op internet gezet, en dit hebben al honderden andere mensen ook op internet gezet. Kost niet zoveel, je kan het allemaal bestellen. Heel veel van de onderdelen hebben mensen al thuis. Dit was, ik denk, met dus behulp van een stappenplannetje op internet, nog geen half uur werk om te maken. Ik gebruik het nu om mijn waterniveau te meten. Want ik denk natuurlijk, watermanagement, altijd aan toepassingen in de waterwereld. Maar als je het thuis wil gebruiken om een sensor te maken, om te kijken hoe ver je nog hebt voordat je de achterkant van je garage raakt, kan ook heel makkelijk. Kan je ook gewoon kant-en-klaar bij de Gamma kopen, maar het is veel leuker en het geeft je veel meer trots om hem zelf te maken. En je kan niemand de schuld geven dat als je dan zeg maar echt tegen de achterkant van je garage aanrijdt, dat het niet aan jezelf lag. Maar maak het zelf, kan heel makkelijk. Nou hebben we natuurlijk wel een probleempje hierbij. En dat is een belangrijke vraag. Hoe vaak moet je nou meten? Ik heb al gezegd dat ik zeg maar vooral geïnteresseerd ben in water. En als je dus zeg maar naar dit fluctuerende waterniveau kijkt. Ja, het gemiddelde waterniveau is ongeveer gelijk. Maar je ziet wel dat er ook flinke pieken tussen zitten. Dus als ik maar één keer per dag zou meten, dan zou ik er wel eens naast kunnen zitten. Ja, hoe vaak je moet meten hangt natuurlijk heel erg vanaf wat je ermee wil doen. En in mijn volgende college ga ik uitleggen hoe je wiskunde kan gebruiken om daar nou zeg maar een antwoord op te geven. Dankjewel.